Feestjes vieren en wonden likken een dag na de verkiezingen. Drenthe kleurt verder VVD blauw en D66 wint fors. Lijkt slecht nieuws voor de boeren, maar dat blijft afwachten. Maar je wilt natuurlijk wel graag dat onze sector een toekomstbestendig perspectief krijgt. Dat perspectief is natuurlijk de afgelopen jaren toch wat ver te zoeken. Dus we hopen wel dat het nieuwe kabinet ons wel de toekomst gunt. Opvallend veel jongeren naar de stembus. 15 maanden cel geëist voor windmolenterreur in de Veenkoloniën. En het weer, vandaag met Robert. Ja, wij zijn onderweg naar een kasteel, even, wie dat tenminste waar ooit een kasteel west heeft. Er zijn nog even rustig het Nijski. Loop wij hem die kant af, krieven mij daar het weer ook even. Tot zo. Goedenavond. Blijdschap en ook teleurstelling in Drenthe nu de uitslag van de Tweede Kamerverkiezing bekend is. De VVD is in 11 van de 12 Drentse gemeenten de grootste geworden. En D66 heeft ook flinke winst geboekt. Nou, Sesje Vinkvleugel is hier aangeschoven aan tafel. Sesje, goedenavond. Goedenavond, Judith. Jij kent de details, vertel. Ja, Drenthe is nu helemaal blauw eigenlijk. Hè. In Emmen is nog een klein stukje lichtblauw. Daar is de PVV de winnaar in die gemeente. En de rest in alle andere gemeenten de VVD. Zelfs in Hoogeveen, traditioneel groen CDA-bolwerk. Maar ja, wellicht dat daar onder andere de campagne van VVD-regionale kandidaat Mark Stroolenberg aan bijgedragen heeft dat ook dat nu blauw is. De winnaars die kennen we, maar de grootste stijger in Drenthe is Forum. En in het kielzog zien we natuurlijk ook winst voor D66 met een bijna 13%. PVV blijft daar net een beetje onder met 12,5%. En links, ja, we weten het allemaal, voor links was er eigenlijk alleen maar verlies. Drenthe krijgt 2 Tweede Kamerleden. We hadden CDA en VVD en dat blijft waarschijnlijk zo. CDA Agnes Mulder, die blijft. En waarschijnlijk komt Mark Stroolenberg, die staat op nummer 38 op de VVD-lijst. Er zijn 35 zetels voor de VVD in de wacht gesleept. Er gaan vast mensen doorstromen naar het kabinet. Schuift hij gewoon mee. Waarschijnlijk zit hij ook in de Tweede Kamer. Ja. Nou ja, de kans is groot dat er een kabinet komt met in ieder geval VVD en D66. Niet iedereen in Drenthe is daar gelukkig mee. De boeren zeggen het niet hardop, maar ze vrezen wel een beetje winnaar D66... die in de verkiezingscampagne echt heeft ingezet op groene klimaatdoelen en het halveren van de veestapel. Bang is niet het goede woord, maar je wilt natuurlijk wel graag dat onze sector een toekomstbestendig perspectief krijgt. Dat perspectief is natuurlijk de afgelopen jaren toch wat ver te zoeken. Dus we hopen wel dat het nieuwe kabinet ons wel de toekomst gunt. Maar in dat nieuwe kabinet met mogelijk D66 zit dus een partij die zegt halvering veestapel. En die heeft nu 24 zetels. Ja, maar daarmee zijn ze gelukkig nog steeds niet alleen. Wij gaan ervan uit dat er een kabinet komt die alle belangen gewoon even goed behartigt. En daar is D66 een onderdeel van. Nou, ik hoop dat het beter ook voor de landbouw wordt. Het vorige kabinet had een plan voor kringlooplandbouw, maar dat was papieren tijger. En ik denk dat mijn oproep eigenlijk blijft nou niet hangen in de discussie over halvering of niet van de veestapel. Maar maak een goed en gericht plan voor en met ondernemers om ook echt tot die realisatie van de milieudoelstellingen te komen. Klimaat, stikstof. En dat vraagt wel een scherpte in doelstellingen. Dat mag je ook vragen van het kabinet, welke partijen er ook in zitten. Maar ook steun op die richting, ook vanuit de landbouw zelf. En het zal ook volumebeleid mogelijk in gaan houden. Maar een discussie over alleen maar halvering veestapel schiet niemand meer op. Maar dan is D66 misschien niet de beste partner voor de boer in het kabinet. Ja, ik hoop dat dat meevalt. En ik hoop gewoon ook dat zij het gesprek aan willen gaan. En ik hoop dat zij in ieder geval samenwerking zullen opzoeken. De Milieufederatie heeft daarvoor nog wel een formatietip. Mijn stelling is dat dat dubbel zo snel gaat als dat met de landbouw en grond gaat, als dat samen gaat. Dan komt de beweging. Dus de kunst is ook om daar verleiding in te stoppen voor de landbouw. En als je die match weet te maken met een nieuw kabinet, wie er ook in zit, dan gaan we echt vooruit. Maar dat betekent niet dat het halen van de klimaatdoelen en de weg naar een meer natuurvriendelijke kringlooplandbouw geen pijn gaat doen. Ik denk dat het onontkoombaar is. Europees beleid gaat die richting uit. We hebben de klimaatwet, we hebben de stikstofwet. De markt vraagt erom. Dus het is een beweging die we echt in gang moeten zetten met een veel hoger tempo dan nu. En dan is de kunst om de landbouw niet in het defensief te krijgen, maar ook juist in het offensief. Maar we hebben al heel veel in verduurzaming gedaan. We zullen proberen dat nog meer te doen. Dus ja, aan de wil ontbreekt het niet. Maar de weg moet blijken of die er ligt. Ja, en het moet wel haalbaar en betaalbaar zijn. Vooral dat laatste, ja.
Van de boeren gaan we naar de jongeren, want er is een opvallende verkiezingsopkomst onder die jongeren. Ja. Vertel Serge, wat zie je? Ja, nou, ruim 80% in de leeftijd van 18 tot 24 jaar, die wist de stembus te vinden. En dat is bijna 20% meer dan bij de vorige verkiezingen. En toch, de partij Jong van Jaron Tichelaar uit Noorderschut, die heeft het niet gehaald. Maar nieuwkomer Volt, die wist de jongeren wel te vinden. Feest bij Sascha ten Hove uit Emmen. Echt hartstikke blij. De nummer 20 op de kieslijst van nieuwkomer Volt behaalt met de pro-Europese partij 3 zetels. 2 maanden geleden dacht ik wel een beetje van oeh, het gaat spannend worden. Maar gaandeweg dacht ik, we gaan echt lekker, we gaan echt goed. En toen dacht ik wel van nou, dit zou wel echt iets heel moois kunnen gaan worden. En dat is het geworden. Dus. Kan je even verklaren waarom zoveel meer jongeren hebben gestemd? Ja, nou ja, we zitten natuurlijk midden in een crisis, eigenlijk 2. De coronacrisis en de klimaatcrisis. En ik denk dat jongeren toch een beetje verplicht worden om daaraan te gaan denken. En ook over hun toekomst na te denken. Wat wil ik nou? Hoewel jongeren het duidelijk belangrijk vonden hun stem uit te brengen, merkte de partij van Jaron Tichelaar uit Noorderschut daar weinig van. Nee, ontzettend zuur natuurlijk dat we niet die voldoende stemmen hebben weten te behalen. De lijsttrekker van partij Jong, bedoeld om jongeren weer een stem te geven, behaalde geen enkele zetel. Ik denk dat we de race tegen het grote geld, als ik het zo mag zeggen, niet hebben gewonnen. Je ziet dat heel veel partijen enorme budgetten hebben om de kiezers aan te spreken. Helemaal in tijden van corona ontzettend belangrijk. Digitale zichtbaarheid. En daar lopen wij achter. Ja, nou ja, wij hebben ook meegedaan tijdens de Europese verkiezingen. En daar liepen wij tegen hetzelfde aan. Dus ik denk dat hij daar wel een sterk punt heeft. Dat het gaat gewoon ook om geld. Het gaat gewoon om bereik. Of Tichelaar met zijn partij over 4 jaar dan wel het bereik en de middelen heeft, is de vraag. Het wordt ons niet makkelijker gemaakt. Want zoals het lijkt gaat het aantal ondersteuningsverklaringen gaat omhoog. De waarborgsom om op het stembiljet te komen gaat omhoog. Dus het wordt ons zeker niet makkelijker gemaakt. Op sociale media reageren veel mensen verbaasd op de verkiezingsuitslag. Op de Facebookpagina van RTV Drenthe reageerden meer dan 1000 mensen. En veel van hen hadden iets heel anders verwacht. Nou, Drenthe kiest op Tjak onderzoekt vandaag hoe dat kan. Het is de day after. Drenthe heeft gekozen. En we hebben het eerder gehad over Drentse representatie. En hier zien, wat komt daarvan terecht? Dit is een groot gedeelte van de Drentse kandidaten. En dit blijft er waarschijnlijk over. We weten natuurlijk niet wat de voorkeursstemmen gaan doen, maar we weten wel dat de partij van deze man, Mark Strolenberg van de VVD, de grootste is geworden. Maar is Drenthe blij met de verkiezingsuitslag? De VVD heeft gewonnen. Nou, ik ben VVD'er, dus perfect. Ja, ik ben een beetje teleurgesteld, eerlijk gezegd. Bijzonder tevreden. Ik weet niet eens wie er gewonnen heeft. Ik vind het helemaal goed. Ja, u heeft gisteren gestemd? Ja, ja. Op Sigrid Kaag. Nou ja, wat wil ik nog meer? Niet geheel verrassend. Maar ik had wel verwacht dat Mark Rutte iets meer afgerekend zou worden op de reden waarom ze ook zijn afgetreden. Ik had iets anders gehoopt persoonlijk. Ik had Forum van Democratie gestemd. En nou ja, van Thierry Baudet ben ik wel geschrokken dat hij toch nog zo gegroeid. Ik dacht, nou, er wordt helemaal niks meer. Iedereen uit mijn omgeving heeft hetzelfde gestemd als ik toevallig. Dus ja, ik vind het wel een beetje bijzonder. Maar ik weet het niet. Op onze social media reageren mensen heel verbaasd op de uitslag van de verkiezingen. Zo wordt er geschreven op Facebook. Klopt helemaal niks van. Dit is de laatste keer dat ik gestemd heb. Volgende keer veeg ik mijn kont ermee af. En nog eentje. Snap er niks van. Als ik las hoeveel kritiek er was op hem, Rutte, hier op Facebook, de krant, tv en toch als grootste uit de verkiezingen komen, vraag ik mij af, hoe kan dit? We vragen het aan Judith Leusink. Zij is social media coördinator bij RTV Drenthe en kijkt vandaag mee met alle reacties op het internet. Judith, hoe kan het nou dat zoveel mensen niet hadden verwacht dat VVD wederom de grootste partij zou worden? Ja, we zagen inderdaad enorm veel reacties. Nou, weet je, als je op Facebook, vooral op Facebook zit, of op YouTube of nou, op social media, dan heb je natuurlijk je eigen bubbel om je heen verzameld. Dus zo kan het dus zijn dat jij denkt, helemaal niemand heeft VVD gestemd. Iedereen bij mij in de buurt heeft GroenLinks gestemd. Ik zie alleen maar GroenLinks dingen gedeeld worden. Noem maar op. Zo kan het dus zijn dat je eigenlijk denkt dat iedereen om jou heen dat gaat stemmen wat jij misschien ook wel gaat stemmen.
Maar dat het dus toch anders blijkt te zijn. Mensen noemen de overheid corrupt en het gaat ook over fraude. Als we de reacties lezen, hoe kijk je daarnaar? Ja, nou, ergens begrijp ik het wel. Hè, wat ik net ook al zei, je ziet wat jij om je heen ziet gebeuren. Dus als jij alleen maar ziet dat mensen op een bepaalde partij gaan stemmen, dan heb jij zelf heel erg die overtuiging dat dat dus de grootste partij gaat worden. Want je hoort niet anders. Of je het er nu mee eens bent of niet, het is nu aan Den Haag. Dit was onze laatste Drenthe Kiest op Tjak voor nu. Het was ons een waar genoegen. Ander nieuws dan vanuit de rechtbank. 15 maanden cel, waarvan 5 maanden voorwaardelijk. En dat hoorde Jan Nieboer uit Tweede Exloërmond en Jan H. uit het Groningse Mede tegen zich eisen. Ze worden verdacht van het bedreigen van ondernemers die meebouwden aan windmolenparken. Volgens het Openbaar Ministerie hebben Jan Nieboer en Jan H. tientallen dreigbrieven naar ondernemers gestuurd. Twee ondernemers besloten daarop zelfs om niet langer mee te werken aan de bouw van een windmolenpark. Nieboer en H. zijn volgens het OM verantwoordelijk voor die bedreigingen. We hebben in het onderzoek gezien dat deze twee verdachten heel veel contact met elkaar hadden, ontmoetingen hadden, en we hebben die ook meegekregen wat ze tijdens die ontmoetingen allemaal tegen elkaar zeiden. En we hebben telefoons afgeluisterd, maar ook die gesprekken. En daaruit blijkt toch wel dat er sprake is van een grote betrokkenheid bij het versturen van deze brieven. Er wordt over de inhoud gesproken. Er wordt ook gesproken over hoe op een bepaalde manier mensen hun praatje moeten klaar hebben naar buiten. Het is heel duidelijk dat ze kennis hebben van de inhoud van die brieven, wat er is gebeurd in het verleden, maar ook nog wat er te gebeuren staat. 4 bedrijven hebben een schadevergoeding van in totaal ruim €230.000 ingediend. De twee mannen ontkennen elke betrokkenheid. De verdenking die er is, is dat ik bijgedragen zou hebben aan dreigbrieven en dat soort dingen, dat ik daar een rol in vervuld heb. Nou, dat heb ik niet. De aantekeningen op mijn bureau, dat waren aantekeningen die ik allemaal maakte als ik met mensen had gesproken. Die heb ik ook gemaakt nadat die dreigbrieven rondgegaan zijn. Ik blijf heel overtuigd van het feit dat er geen aantoonbare betrokkenheid van mij is bij de strafbare feiten. Jan H. en Jan Nieboer horen op 16 april of de rechtbank hun gelooft of niet. Sport dan. Drenthe wil dit jaar het EK veldrijden op en rond de Vanbergen bij Wijster houden. De provincie heeft zich hiervoor officieel kandidaat gesteld. Vorig jaar werd op en rond de Drentse Reus nog het NK op de weg verreden. En in november moeten de veldrijders daar de strijd aan gaan om de Europese titel. Ja, gaaf. Er moet natuurlijk nog besluitvorming plaatsvinden. Maar wanneer dat EK hier naar de Vanberg zou komen, geweldig. Hè? Ik ben er wel positief over. Het is november, dan mogen we toch echt de hoop hebben dat er weer wat kan met publiek. De Vanberg is een fantastische locatie voor het Europees kampioenschap veldrijden. Voor het houden van het evenement is in totaal €600.000 nodig. Daarvan moet er €350.000 van de provincie komen. Het is de bedoeling dat er publiek bij aanwezig is. En in november dan weten we, als onze minister-president zelf zegt van, nou, we gaan weer hoogwaarschijnlijk een normale zomer tegemoet, kunnen we er toch ongeveer van uitgaan dat ook al die wielerliefhebbers hier straks met al die campertjes, misschien ook wel heel veel Belgen, dat is toch ook een echte Belgische volkssport, hier op de bergen, op de Vanberg komen om te genieten van het EK veldrijden in Drenthe. De organisatie van het evenement is in handen van de Stichting Wielerpromotie Oostermoer, die ook altijd de superprestige veldrit in Gieten organiseert. Het was een stukje lopen, maar wij bent er. En wat bent wij? We bent achter Gees op de Klinkenbarg, zoals ze dat hier noemt. En waar hier ooit staan heeft, is een middeleeuws kasteel of een motte, zoals ze dat noemt. En wat er nog van te zien is, is deze barg, de Klinkenbarg. Maar goed, je bent hier natuurlijk voor het weer en niet om mijn gedreum over zo'n kasteel al aan te horen. Vanavond en vannacht blieft het overal dreug en klaart ook op. Daardoor koelt het flink af en giet zelfs 2 graden vriezen vannacht. Dit brugje dat zal wel niet helemaal meer origineel wezen, maar wat nog wel origineel is, is de grachtmin die heeft hier ooit zeden om de inwoners van het kasteel te beschermen tegen de boze invloeden van buitenaf. Vroeger was natuurlijk niet iedereen vriendelijk. Bruggetje, het weer morgen, dat is wel vriendelijk, want het wordt een aangename dag met een graad of 8, flink wat zon door de hoge stapelwolken en het blijft droog. Dan kijken we nog even vooruit. De winter is nog niet klaar met hoes. Het wordt nog even flink koud van vrijdag op zaterdagnacht. -5 op sommige plaatsen. Wat volgt is een rustige dag met een graad of 6. En in de middag wat bewolking. Zondag heeft de bewolking toch wel de overhand. En in de middag een bui. Graad of 7. En na het weekend dan komen we wat rustige voorjaars weer. Met een graad of 8. Smaaks een buigie en ook een knipoogie van de zon bij toeren. Ik ga nog even met de
kasteel verkennen. Ik zeg tot morgen. Tjoe! Robert, dankjewel. En dan nog even dit. Medewerkers van de Pars supermarkt in Assen kregen gisteren de schrik van hun leven toen tussen bananen opeens een enorme spin tevoorschijn kwam. Nou, gelukkig schoot de dierenambulance te hulp. Nou, ik vond het best heffen hoor. Poeh, ja, dat kwam niet elke dag tegen, hè? Meestal zijn het vogeltjes of het zijn door de dieren of katten of honden. En nou in één keer zo in één keer een spin, dat is best wel heftig voor de eerste keer, ja. Er werd gebeld en dat hij dus een spin op de loopband zat en dat op de tros bananen. En toen hebben ze hem opgepakt met bananen en al in een plastic zak gedaan en zo hebben wij hem aangetroffen hier. Het was een huntsman spin. Ja, die komt best wel regelmatig voor in het mediterrane gebied. Daar hoort hij thuis. Ja, nu is hij bij een reptielenopvang. Daar wordt hij nu dus opgevangen. We zijn erdoor. Dit was hem. Maar houden je online 24 uur per dag op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio. Kijk me even op de app en website. Heb een fijne avond en heel graag tot morgen.